Het is heel moeilijk om nu over lust te schrijven. Daarom deed ik het enkele jaren geleden. De balkonnenvrees van vandaag is een gedicht dat uit een verzameling van teksten komt die ik tijdens mijn laatste verblijf in Boedapest heb geschreven. Bedrinkingen uit Boedapest, geloof ik dat noemt. Ik wil de tekst opdragen aan alle Hongaren die ik ken. De tekst heet Zwijgwoede en bijna niemand die nu kijkt gaat die kennen, sowieso. Of ik je zal koesteren als jalapeños op mijn tongpunt. Dan steken we heides in brand en schieten de man in de uitkijktoren dood. Of vrouw, zeg jij. Of vrouw. Ook beeldspraak moet correct zijn. En wanneer de vlammen dan, er is voor alles een tijd, en nu is het tijd voor osmose, zeg je, terwijl je je van barrières ontbalast. Onze tongen verschroeit waar geen letter meer kan aarden. Er ligt nog een gans ecosysteem, gordroog op onze zwijgwoede te wachten. Tot morgen.